Maar er was in het Italiaanse vakantiecentrum Pra della Torre in Caorle, dat is ten noordoosten van Venetië, zijn bijna 40 bungalows compleet afgebrand. En in die bungalows zaten natuurlijk allemaal mensen die op tijd, net op tijd allemaal zijn gevlucht. En er waren op de camping ook veel Nederlanders die pijlsnel moesten vluchten om niet te worden verbrand. Het is een ontzettend hectische toestand geweest, ontzettend gevaarlijk. Maar wonder boven wonder is uiteindelijk, zijn er geen slachtoffers gevallen. Maar de mensen zijn wel al hun spullen natuurlijk kwijtgeraakt, want ze moesten snel uit die verbrande bungalows wegrennen. Die bungalows die helemaal werden verbrand tot aan de grond gelijk gemaakt. Dus de mensen zijn hun spullen kwijt en die moeten nu allemaal in andere overnachtingen krijgen. Dus dat is een ontzettende chaos natuurlijk op die camping.